Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanmiddag trekt er vrij veel hoge bewolking over het land, maar daar weet de zon nog wel redelijk doorheen te komen. Verder is het behoorlijk warm in het binnenland, tussen de 28 en een tropische 32 graden. In de westelijke provincie zorgt een aanlandige wind voor wat koeler weer. Daar is het 24 tot 27 graden. Vanavond gaat de temperatuur weer dalen, zo halverwege de avond is het een graad of 23. Verder komt er wel meer bewolking en in het zuidoosten van het land zou een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. Er waait een matige westelijke wind. Komende nacht wordt de wind zwak of matig uit zuid- of westelijke richting. Verder hebben we vrij veel bewolking, maar ook wat opklaringen. En in het oosten en zuidoosten zou een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. Het koelt af naar 17 tot 15 graden. Morgen overdag in eerste instantie in de oostelijke helft van het land nog vrij veel bewolking. En misschien langs de oostgrens ook nog een enkele bui in de vroege ochtend. Maar al snel wordt het droog en dan breekt de zon weer van tijd tot tijd door. Tot aan de middag is het dan zeker overal droog. En de temperatuur gaat dan omhoog naar zo'n 22 graden in de kustgebieden. En 24 tot lokaal 28 graden in de rest van het land. De wind waait matig, eerst uit westelijke richting, maar draait later naar het noordwesten tot noorden. En die zorgt voor de aanvoer van wat koelere lucht, zodat de temperatuur in de kustgebieden ook niet veel hoger meer stijgt. In de loop van de middag gaan we zien dat de bewolking weer dikker wordt. En dan met name in het oosten en zuidoosten kunnen in de namiddag en avond een aantal stevige regen- en onweersbuien gaan ontstaan. Het kan dus onweren, maar er is ook kans op lokaal veel regen in korte tijd en ook kan het hagelen. Kijken we dan naar de meerdaagse verwachting. In het weekeinde is het weer een stuk rustiger. Vooral op zaterdag nog wel wat bewolking, zeker in de ochtend. Met langs de oostgrens misschien ook nog een enkele bui. Maar later op de dag is het overal droog en schijnt de zon flink. Het wordt 21 tot 23 graden. Op de zondag en maandag is het volop zonnig weer. Blijft droog en de temperatuur boekt geleidelijk aan weer winst. Op zondag wordt het een graad of 24 en maandag 23 tot 27 graden. En kijken we dan tot slot nog wat verder vooruit. De 15-daagse verwachting. Die tendens naar wat warmer weer in de tweede helft van het weekeinde en begin volgende week zien we duidelijk terug. Dinsdag hebben we waarschijnlijk de hoogste temperaturen. Daarna wordt het onzeker. Misschien blijft het zomers warm, maar waarschijnlijk moet de temperatuur weer iets inleveren. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.